Je plaatst je op de 500 meter, de 1000 meter en het EK Sprint. EK Sprint, ja, ook. En de World Cups en WK afstanden, alles, ja. Ja, dan is de handvraag, wat ga je allemaal rijden? Ja, ik denk dat dit de meest voorkomende vraag op dit moment is. Ja, iedereen wil het weten. Ja, dat snap ik. WK afstanden past echt perfect in het schema. Dus die sowieso. Uiteraard. EK Sprint is gewoon lastig omdat dat een week, het weekend voor het EK Shorttrack is. En jezelf heel erg moet afvragen, is dat nou de meest ideale voorbereiding richting een EK Shorttrack? Waar ik toch wel echt voor de titels wil gaan. Ik wil daar gewoon Europees kampioen Shorttrack worden. En het liefst op elke afstand. Ja, dus dat is eigenlijk de grootste vraag. Ja, dus ik kan daar nog geen antwoord op geven. Nee, wanneer wel, denk je? Wanneer hak je de knoop door? Nou ja, dat zal niet, dat zal niet deze week zijn. Ja, het was nog een wonder dat je bleef staan, volgens mij. Ja, dat was niet best dit, nee. Nee. Ontzettend zonde. Ja, want wat schiet er dan op dat moment door je hoofd? Een heleboel, ja. Ik was na gisteren ontzettend blij dat ik weer zo lekker in de rondte reed. En dat ik zo makkelijk 25-0 rijd. Ja, dat... ik was vandaag gewoon ontzettend goed op weg naar een snelle tijd. En... Als. Je hebt er allemaal geen reet aan, weet je. Maar ja, ik heb net al potjes zitten janken. Maar dat heeft allemaal geen zin. Het doet heel zeer. Maar dit is ook sport. Het is gewoon de realiteit. Ik heb gewoon verloren. Ik kan hier hoog of laag springen. Vorig jaar ben ik ontzettend ziek geweest. Nou, dit jaar ook. Maar en toen hebben ze me aangewezen. Ben ik wereldkampioen geworden. Dat heb ik nu niet verdiend. Deze jongens hebben ontzettend hard gereden. Wesley heeft ontzettend goed gedaan. En ik had maar gewoon moeten blijven staan. Ja, een heerlijk weekend. Zo'n weekend wil je wel hebben voor het zelfvertrouwen natuurlijk. Maar ik heb gewoon laten zien dat de vorm goed is. Het gevoel is goed. Dus ik ben onwijs blij. Ja, iedereen is helemaal ondersteboven over die 10 kilometer. 1,3 seconden boven het wereldrecord. Had dat erin gezeten? Dat is achteraf praten natuurlijk. Ja, als je een rondje eerder aangaat, dan kan je er misschien wel van afsnoepen. Maar ja, dan verlies je dan misschien weer in het laatste rondje. Dus ja, daar denk ik niet over na. Ik ben gewoon onwijs blij met deze tijd. Ik vind het al lang mooi dat het een Nederlands record is en een baanrecord. En wie weet ooit de volgende keer. Maar dat zat er vandaag gewoon niet in. Het is sowieso al niet echt een heel fijn jaar voor jou, Kjell. Maar nee. Het wordt er niet beter op deze manier. Nee, maar het zit er bijna op het jaar, gelukkig. En ik hoop voor iedereen... een ontzettend gelukkige 2021 en dat voor iedereen dat er meerdere kansen liggen. Dus, groeten.